Tijdens de simmerweeken stond ook de profronde van Bolzwart op het programma. Er stonden dit jaar zo'n 90 deelnemers op papier. En onder hen was ook de plaatselijke favoriet Siert Stijginga. De wedstrijd ging over het snelle parcours rondom het centrum van de stad. Een ronde van bijna 1500 meter met maar twee bochten daarin zorgt voor een gemiddelde snelheid van tegen de 50 km per uur. Een geliefd parcours bij veel wielrenners. Al vrij snel in het begin van de wedstrijd wist de groep van 10 renners, met daarin onder andere Siert Stijginga, zich los te maken van het peloton. En na stevig doorfietsen wisten ze ook een ronde voorsprong te pakken. Vanuit het peloton waren wel een vijftal renners ook ontsnapt, hopende dat ook zij een ronde voorsprong te pakken konden krijgen. Dat lukte niet, maar 4 van de 5 achtervolgers bleven wel uit handen van het peloton, vandaar dat het peloton 7 ronden voor het einde kon sprinten voor de plaatsen vanaf de 15e plaats. De 15e man in de wedstrijd, Sjirk-Jan de Haan, krijgen de binnenkomst van de 16e man in de wedstrijd, keurig werk Casper Wielius, krijgen de spurt om de 17e plek in de wedstrijd. De achtervolgers gingen strijden om de plaatsen 11 tot en met 14. En de kopgroep werd weer een groep van 10 en mocht strijden om de ereprijzen. Kijken we naar Gerrit van de Burg, 13. Door. Wat een spurt, wat een machtige spurt. En terwijl een enkele fan van Siert denkt dat hij het is die wint, is de realiteit toch net even iets anders. Ivor Bruin uit Andijk won de sprint met slechts een klein verschil op Siert. Fokke Posma werd derde. Siert, bist de tweede win. Hoe balen is dat? Verschrikkelijk balen. Was het echt niet te doen in die sprint tegen Arjen? Ja, ik slipte door op een putdex. Ja, toen verloor ik één trap. Dan lig je een halve meter achter en haal je niet meer in. Dat is gewoon verschrikkelijk balen. Hoe zwaar was het om die ronde op het peloton te krijgen? Ja, het eerste stukje is altijd moeilijk. Maar als je dan een keer een gaatje van 30, 40 seconden hebt, dan gaat het wel redelijk makkelijk. En, met 10 man ging dat redelijk makkelijk.